Spakenburgse klederdracht, waar herkennen wij dat aan? Ja, aan de mooie stijve kappen en alle kleuren. Dus dat is toch een heel aparte dracht. Ja. En alles wordt zelf gemaakt. En waar komt het nou vandaan? De stofjes bedoel je. Ja, iedereen is op zoek naar hele antieke stofjes. Die komt bijvoorbeeld uit Spanje, van een oud gordijn. Nou, en dat komt weer uit een hele andere plaats vandaan. Daar ben je echt voor op zoek. Hoe te ouder en hoe te antieker, hoe te mooier. Maar dat betekent dat iedereen er anders uit zou kunnen zien. Niemand ziet er hetzelfde uit, nee. Iedereen is op zoek naar antiek. En dat maakt het juist zo mooi. Er lopen nog iets van 300 mensen in Spakenburg en omgeving in klederdrachten. Waarom? Ja, omdat ze het eigenlijk niet prettig voelen in die andere kleren. Ze voelen er eigenlijk gewoon naakt. Jullie komen helemaal naar Dordrecht om die foto te bekijken. Waarom? Die foto is gemaakt bij ons bij de Nieuwe Molen. Die gebouwd is op particulier initiatief. En die foto, er zijn meerdere foto's gemaakt en een van die foto's is hier bij de tentoonstelling terechtgekomen vanwege het galvijnjaar. Dus wij dachten, want bij ons zijn dus veel koorleden, wij gaan er eens een kijkje nemen. En misschien is het leuk om daar dan een lied te zingen ter ere van, van deze herdenking van galvijn. Dat was de bedoeling een beetje. En ook om de grote kerk in Dordrecht eens te zien natuurlijk. Een dagje uit eigenlijk? Een beetje dagje uit, ja. Net een lied gezongen. Wat is in 2-3 zinnen de strekking van dat lied? Nou ja, dat is dus de reformatie dat 5 eeuwen geleden gebeurd is. En ja, bij ons in het dorp er zijn natuurlijk veel protestante kerken. En vandaar dus dat wij heel geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Calvijn. Wat heeft deze foto, deze molen nou te maken met Calvijn? Tijdens de opening van de molen hebben wij er een gezellige dag van gemaakt. Er is wat gefilmd en er zijn wat foto's gemaakt. En de fotograaf die deze foto gemaakt heeft, die je hier ziet, die heeft hem ingestuurd vanwege het feit dat hij dacht van hé, de wieken staan in een kruisstand. Wij staan allemaal met ons gezicht naar het kruis te kijken. En dat is de aanleiding geweest om hem in te zenden voor een prijsvraag van een landelijk dagblad is dat geweest. En daar is hij uitgekozen. Valt niet onder de prijswinnaars, maar voorlopig hangt hij hier wel. Even kort over die molen. Wat is er bijzonder aan de molen? Het bijzondere aan de molen is, het is van ouds heeft er in de Zaan heeft er een korenmolen gestaan, of eigenlijk een oliemolen. Die is daar afgebroken, die is per schip naar Bunschoten gebracht. Onderdeel van Spakenburg, Bunschoten-Spakenburg, één gemeente. Die is er opgebouwd en die is in de 30 jaren is die verwaarloosd afgebroken en moest plaatsmaken. Toen is er een initiatief bij ons uit het dorp gekomen. Om wat sponsors en particulieren bij elkaar te schrapen, te ronselen. Om te zeggen van dat lijkt toch een leuk initiatief om die molen weer te herbouwen. En daar is men 2 jaar geleden mee begonnen en dit voorjaar is de molen geopend. En dat was voor ons een mooie gelegenheid om dit te doen. En dat viel samen met het jaar van Calvijn, dus het kan niet mooier. Dit ben ik. Ik kan niet anders dan zijn. Dit ben ik.
Zo kon reformatie ontstaan. Dat had ook gevolgen voor Nederland. Er kwam er de kerk voor de protestant. Voor ons gaf ze